Het feit dat hij priester wilde worden, dat heeft u gestimuleerd om, u moest dan wel studeren. Ja, maar u had ook, als u geen polio had, ik begrijp nog steeds niet waarom. Dan, also had ik geen polio gehad, je kunt dat natuurlijk niet zeggen. Nee. Maar dan had ik, gelijk bij ons gezegd, moeten werken op een bassin in Antwerpen, dus havenwerker, havenarbeider worden. Hè. Dat lag bij ons ook in de familie. Ja, goed, dus maar onze vader zegt, die jongen die moet met zijn kop werken, dus bleef er niks anders over. Die stuurde me dan ten einde raad op een internaat, wat ik niks anders kon doen. Goed, ik kwam dus niet in ieder geval in aanmerking om priester te worden, ze werden niet aangenomen. Maar Waarom bent u niet in Nederland gaan proberen dan? Want u bent uiteindelijk in Duitsland terechtgekomen. Ja, ik heb gedacht, ik was dus, u hebt dat in de inleiding gezegd, ik was in contact gekomen met de spekpater, wij hadden voor hem gezorgd enzovoort. En daar in Tongerlo ook gewerkt en die zei tegen hem, ga toch naar Duitsland. Daar zijn priesters genoeg, door de oorlog zullen die wel iets aan hun benen hebben of zo, zal misschien gemakkelijker gaan. Dus ze zijn meer gehandicapt dan priesters. Ja, ja, dat is het besloot. Dat het even goed voor mij Frankrijk of wat kunnen zijn. Hè? Ja, ja, ja. Maar het komt dus, ja, weer een vriend van straat, dus misschien is niet iedereen kent, maar die was bij een Oostpriesterhulp en die was na de oorlog. Met jongeren gingen ze ook inzamelingen houden om Oost-Europa weer op te bouwen. U bent dus toen in Duitsland terechtgekomen. Hoe ging dat toen u daar kwam, als priester? Als priester, dat was goed. Als je maar een mens bent en je gaat menselijk met de mensen om, dan waarderen ze u en ze zeggen dat jij een priester bent. Maar je bent tenminste een mens. Ja. En dan ging het. Dat zijn die dingen, dat maakt je van de dag van vandaag regelmatig mee. Als je dus je geeft als mens, je hebt interesse voor de mensen en je doet er iets voor. En het is echt en eerlijk. Ja, betere reclame kun je niet maken. Maar dat is geen reclame maken, dat is werkelijk met elkaar omgaan gelijk je dat aanvoelt. En dat geloof ik, daarop komt het aan. Maar goed, u bent daar dan toch als priester, dus dan moet je toch katholiek zijn, zeg natuurlijk, maar. Natuurlijk, dat ben ik rituelen ook. De rituelen die daarbij horen. Ja, ja, dat is, ik wil niet zeggen, maar je verstaat als je nu tegen mij zegt, tegenover de hoge charge in de kerk, heb ik nooit zo goed... was ik nooit zo goed over te spreken. De hiërarchie, de kerkenleiders, dat, ja, ja. Omdat die dat even zeiden, je kunt dat niet. Maar het ging dan toch en ik ben blij dat ik het geworden ben en ik ben er heel tevreden mee. U heeft daar veel gewerkt met wat u zelf noemde asociale en mensen dus met probleemgezinnen. Ik was zelfs aangesteld in de dekanij om met zulke mensen te werken. Hè. En daar hebben we natuurlijk veel plezier mee gehad, maar ook... zaken dat gezegd, hoe is het mogelijk? Hè? Maar is het een bewuste keuze, je zegt mensen in de miserie, zoals dat dan in Vlaanderen gezegd wordt, om die nabij te zijn, is dat eigenlijk uw... Dat weet ik niet, maar dat ging vanzelf. Dat zijn mensen, dat ging vanzelf en daar was ik graag bij. Daar heeft dat kon ik zo daarbij zijn, gelijk ik was en zij bij mij en dat ging goed. Maar natuurlijk, je moet niet denken dat je daar allemaal goede resultaten hebt. Nee. Maar dat speelt geen rol. Nee. Nee. En u heeft daar ook, na die periode als kapelaan, heeft hij in een retraitehuis voor militairen, matrozen gewerkt. Ja. Hoe kwam dat? Dat was zo, ik was almoezenier. Nee, mijn baas, de pastoor, die was de officiële almoezenier in een kazerne in Noord-Duitsland. Maar ik kon de arbeid, ik mocht de arbeid doen. En ik was bij de eenvoudige soldaten. En daar eigenlijk ook weer, hè. Minder bij de officieren, maar als die soldaten iets hadden gedaan, ik kon het altijd gedaan krijgen dat die niet in het cachot moesten. Ja, ja, ja. Ja? Ja, ja? Je verstaat het, hè? Ja, 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 ja. Is dat voor u eigenlijk het kenmerk van uw priester zijn? Want misschien moeten we vertellen Ik denk dat dat een beetje het karakteristieke van de redemptorist moet zijn. Dus voor de mensen die er niet zo goed voor staan, voor hen tegenwoordig te zijn en te helpen in hun geloof, in hun bestaan,
met hen samen te leven en daarom gaat het. Dat heb ik altijd zo aangevonden. En dan met name, ja, want die, dat zijn nogal aparte groepen waar hij dan over heeft. Niet, het zijn niet de gegoede burgerij waar hij zich tot rest... Nee, dat is... Ja. Maar, en dan had ik naderhand in Salzgitter een parochie van, ja, dat is een stad, een industriestad met heel veel... In Midden-Duitsland ongeveer. Braunschweig. Ja, op de hoogte van Arnhem even voor de zee. Maar dan in midden van Duitsland. Ja, en daar was ik dan. Hè. Ja, daar bent u toen pastoor. Maar daar stonden ze ook niet te springen om u, begreep ik. Ze zeiden, nou die zullen we wel gauw wegkrijgen. Ja, als ik daar pastoor wilde worden, ja. Dan zegt de Dionozelaars heel eenvoudig. Om Gods willen, nu hebben we een buitenlander als pastoor. Dat wilden ze al niet. En een kreupelen is hij ook nog. Die moet maar weg, daar zullen we voor zorgen. En, maar dat is natuurlijk niet gelukt. En dan kwamen die nog naar mij en kwamen vertellen wie dat dan nog gezegd had en wie daar achter zat om zoiets te doen. En met hen moest ik dan nog meewerken, hè? Of samenwerken. Maar dat ging allemaal. En na de rand, ja, moest ik er blijven, hè. Is u nou, u bent daar in die parochie toen gekomen als pastoor. Ja. En dat was een parochie, zeg maar, wel toch een beetje traditioneel ook. Waar de pastoor eigenlijk ook een beetje de baas was. Ja, ja. U heeft die parochie een beetje omgevormd in de 30 jaar dat hij daar pastoor was. Ja, dat kun je wel zeggen. Misschien kun je even zeggen hoe dat dan gaat. Ja, dat was een parochie die dus helemaal gefixeerd was. De pastoor moet het doen met de parochieraad en parochiebestuur eigenlijk, hè. Het parochiebestuur, dat was voor de financiën, parochieraad is voor de zielzorg, dus voor de pastoraat. Mm-hmm. En dat was in het begin, ik heb daar was ik zo stoer gelijk een bok. Ik heb daar met mij niet laten spreken. Ik heb gezegd, de mensen moeten het zelf doen. Ze moeten zelf weten wat ze willen. Ze moeten zelf het roer in de hand nemen... En niet doen wat de pastoor zegt. Ze zegt, de pastoor moet dirigeren. Delegeren. Ja en nee. Dikwijls is de opvatting, eigenlijk moet de pastoor dat doen. Maar hij kan niet overal zijn, dus we helpen hem. Dat is te weinig. De mensen moeten zelf hun leven, ook hun geloofsleven in de hand nemen. Zien wat daar ter plaatse mogelijk is. En dat dan uitvoeren. Hoe ze bijvoorbeeld hun geloof verder geven. Hoe ze sociaal-pastoraal willen werken. En dat is inmiddels gelukt. Gekregen, ja. Met veel geduld en altijd opnieuw beginnen. En die mensen die dus beleven dat de pastoor daarachter staat, dat hij hun helpt, dat hij niet zegt, dat heb je verkeerd gedaan. Ik zou het misschien op een of andere manier hebben kunnen beter doen, maar zij hebben het gedaan en dat is veel meer waard als wanneer... Ik het beter zou doen, maar zij zou er passief bij staan. Verstaat je? Ja. En zo heb je de mensen meegekregen. En dat was bekend. Daar was leven, ecumene, dat was allemaal. Heeft dat nou uw visie ook op het ambt, als priesterambt, veranderd? Zegt hij, loopt er jaren dat hij dat meegemaakt heeft. Ja, ik denk priesterambt, dat moet iemand zijn die, als hij nu pastoor is, die moet midden in het volk leven. En die moet niet denken dat hij... helemaal het zeggen heeft. Hij moet, ja, naar mijn manier van doen, meer een beetje adviseur zijn. Maar en als hij autoriteit heeft, niet autoritair, maar als hij autoriteit heeft, dat hij zich heeft verworven, ja. Niet door het ambt, maar door hetgeen wat hij met de mensen is, dan kan hij iets bewerken. Dat is zo mijn manier van denken. En heeft dat ook... Deze manier van denken ook invloed gehad op, laten we zeggen, over de visie op sacramenten. Zoals hij omging met bijvoorbeeld, je hebt het al, de biecht bijvoorbeeld, wat een sacrament was in onbruik geraakt. Maar u ging daar op een hele eigen manier mee om. Misschien kunt u daar iets over zeggen. Ja, natuurlijk. Die mensen die kwamen natuurlijk niet meer zo biechten gelijk wij vroeger. Als ik dat moet zeggen. Ik ben met mijn zus te biechten geweest naar de pastoor. Dat was bij ons geloof ik elke maand. Hand in hand gingen we naar de kerk.
En dan, zo gingen wij, mag ik zo? Ja. Zo gingen wij, zeg, wat ga jij tegen die pastoor zeggen? Ja, ik weet niet, ik weet het ook niet. Ik heb gesnoept wat ik niet mocht. Ja, ik ook. En ik heb gelogen, ik niet, maar ik zeg het toch maar. Dan heeft hem iets wat we kan vergeven. Ja, dat is toch een onnozel gelijk het groot is. Ja, ja, ja. Ja, vertel eens hoe u, dan, hoe u de kinderbiecht deed. Want voor de eerste communie liet hij, had hij toch nog een soort ritueel. De kinderen, ja, die gingen de communie. Maar ik heb met de kinderen dus, wij zaten zo samen. En dan heb ik gezegd, vertel eens wat goed is geweest. En dan vertelden die kinderen wat ze goed hadden gedaan. Waar ze plezier aan hadden. En bijvoorbeeld, ik heb ons moeder geholpen, ik had geen goesting. Maar dan heb ik gezien dat ze toch blij was en dat heeft me goed gedaan. Om zulke, gelijk kinderen dat beleven. Ja, en dan nog verder in de school. Ik zeg, dan heb je goede noten gehaald en goede resultaten. Ja, ik zeg, daar hebben we wat we moeten doen. Hè. Ja, ja, gemakkelijk was het niet. Ik zeg, als je je zo inzet, is het toch goed, hè? Ja, dat vonden ze heerlijk. Ik zeg, en, ja, je bent nu te biechten gekomen. Is er dan iets in uw leven wat niet zo goed was? En dan zegt dat kind, ja, ik heb tegen ons moeder gelogen. Bijvoorbeeld om iets te zeggen. En dan gevraagd, ja, waarom? Er kunnen verschillende redenen zijn. Ja, ik had schrik. Ah, ik had schrik. Ja, en wat kun je dan doen tegen die schrik? Want als je zegt, ik zeg, ik zal niet meer liegen, dat kort toch niks. Ja, ne? Ja. Als ik nu goed vriend ben met mijn moeder, dan kan ik al eens iets zeggen dat het scheef is gegaan en dat het niet in orde is, dan zal ze wel niet kwaad zijn. Ik zeg, ja, daar heb je gelijk. Ik zeg, dan probeer maar eens iets te vinden om goed vriend te zijn met uw moeder. Maar niet zo altijd te vleien en zo, je moet eerlijk zijn. Hè? Ja, ja, is goed. Ik zeg, dat is uw penitentie. Niet een vader ons bidden en dan is het klaar. Zo. Ik ben natuurlijk met idealen eraan begonnen. Heeft dat uw geloof veranderd? Bent u, natuurlijk. Is er, maar ook visie op, laten we zeggen, de leer van de kerk? Of de visie eigen, op het beeld van God? Of? Ja, ik geloof. God is voor mij, werkelijk, dat mag ik zeggen, een liefdevolle vader of een liefdevolle moeder. Een liefdevolle broer in Jezus. En is voor mij, Heilige Geest, zo de raadgever van mijn leven. En God die zou kwaad zijn op mij, dat ken ik niet meer. Dat ken ik werkelijk niet meer. Dat is helemaal weggelegd. Is dat wel geweest? Ja, mijn God, wat heb je als jongen geleerd? Ja, ja, ja. Dat ons Heer met een boek achter je aan zit. En alles opschrijft. En het ding, in de Duits hebben ze daar een heel mooie, als je mij kunt helpen, dat zou mooi zijn. Het laatste gericht. Het laatste oordeel. Het laatste oordeel. En God zal het richten. God zal oordelen, hè? Maar het richten, het zal het in orde brengen, is dat. Wat wij in ons leven verkeerd hebben gedaan, dan kun je met de woorden spelen, met richten. God zal het richten, zal het in orde maken. Wat wij omver hebben geworpen, zal hij weer terug rechtzetten. En dat is eeuwig leven, in liefde met hem. En dat is mijn grond. Daar zijn geen nooit twijfels aan geweest. Fundamentele twijfels. Ja, twijfels in het geloof. Dat is een kakkewalk, dat gaat gewoon naar boven en naar beneden. Dat weet je. Maar per slot van rekening, ja, het goede heeft me altijd meer kracht gegeven. En dan komt nu dat je loopt toch naar de laatste fase van je leven toe, bang voor de dood. Ik onrustig, onzeker, wel, maar diep in mijn hart, dat kan niet mislopen. Dat vind ik wel mooi. Dat kan niet mislopen. Nee? Dat is zo ongeveer, je bent getrouwd. Ja, nou, ja. Ja.
ja, dat moet ik, ja, bekennen. Ja, ja, goed. Maar ik wil maar zeggen dat je dan zegt, ik ben zo met mijn vrouw samen, af en toe, ja, maar mislopen kan het ook niet. Nee, ja. Verstaat je wat ik wil zeggen? Ja. Zo in die manier. Ja. Nou, u dat toch even aanhaalt, wil ik dat nog even op ingaan. Als priester heb je natuurlijk de leer van de kerk, en die is nogal streng in sommige opzichten, omdat hij net zelf van het huwelijk en gescheiden. Hoe kijkt hij daar tegenaan? Want dat is natuurlijk ook wel eens bij sommige priesters, denk je nou. Ja, ja, maar je hebt ook verstand gekregen. Ja. En in de katholieke kerk zijn er verschillende stromen van traditie. En die moet je natuurlijk kennen. Als je maar één kent, dan ben je zelf schuld. Maar als je één kent, dan moet je weten, dat is wel de hoofdstroom tegenwoordig, maar 300 jaar geleden was het anders, en nog eens 300 jaar geleden was het ook anders. En nu kan het weer anders komen. Nee, also, je moet verstand hebben, en dan moet je zeggen, dan gebruik ik dat wat ik het beste kan gebruiken. Het zou misschien niet zo gek zijn als u bij de priesteropleiding af en toe dat ze even jullie daar een college komt geven. Ja. Als ze het aannemen, oké. We zijn aan de laatste vraag toegekomen. Ja. U bent dan niet zo heel erg van rituelen, maar hier is natuurlijk een belangrijk ritueel, is het opsteken van kaarsjes in de kapel. Dat is toch goed? Dat vindt u wel goed, ja. Ja, waarom niet? Als dat gebeurt dat in Duitsland ook veel trouwens? Gebeurt dat ook in Duitsland veel? Nee. Weet je waar ik dat ook gevonden heb? Nee. Nu zult je verbaasd staan. Ik ben ook regelmatig in Zweden geweest en ik kan ook Zweeds. En daar in de protestantse kerk vind je dat ook. Dat is eigenlijk, daar vind je ook, ja, dat is Lutherisch, hè. En daar vind je ook Mariaverering. En daar voor het beeld van Maria komen de mensen en branden kaarsjes. Gelijk wij ook. En als een kaarsje branden is, een uitdrukking is van Maria, ik geloof u, gelijk jij met Jezus bent omgegaan, gelijk jij leeft met God en met de mensen. Zo wil ik dat ook zijn. En mijn kaarsje is een teken dat ik u daarom bid en dat ik, als ik nu iets anders ben, dat dat blijft. Ja, waarom niet? Wat zou ik er tegen hebben? Nee, nee, dat is, dat ben ik blij mee. Maar, want u mag nu ook een kaarsje opsteken hier. Ja, ja. Wij gaan hier ook, hè? Ja, maar we doen dat dus hier op de website van Wittem, Klooster Wittem. Daar brandde het kaarsje. Dus maar waarvoor zou u een kaars willen opsteken? Een kaarsje? Waarvoor of voor wie? Dat hoort zich nu aan. Voor alle mensen. Ik heb zo als... Zijn er geen speciale intenties? Nee, ik heb een intentie, maar die heb ik al lang, jarenlang. Dat ik elke maand in één mis bid voor alle mensen met wie ik ooit in mijn leven ben samengekomen. En voor die mensen met die ik samenkom, wil ik een kaarsje opsteken. Voor de goede en de slechte. Dat dus zijn de slechte mensen. Nee, nou, het is... Ik denk dat dat een mooie intentie is. Ja. Bedankt voor het gesprek. Jo. En ik hoop dat je nog heel veel jaren hier pastoraal kan werken.